Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. We willen naaien, wij willen naaien. Het bekende lied van Albert Mol. Zo. Eindelijk. Het is gelukt. Deze techneut heeft het voor elkaar gekregen, zeg. Dankzij de fantastische aanwijzing van Maarten Zwijnenburg natuurlijk. En wie gaan we bezoeken? Wie gaan we meenemen in deze auto? Arie van Buren, de sponsor himself. Ja, ja, hij sponsort gewoon dit item. DVS, rij mee met DVS TV. Daar heb je hem. Goedemiddag. Hey, Arie, Piet, wat leuk. Nou, prachtig. Alles goed? Leuk je te ontmoeten. Ja, moet je kijken. Hier een bal voor mijn gymleraar. Is dit niet fantastisch? Oh. Mijn oud-gymleraar. Hier heb ik van gedroomd. Ja. Ik heb al eerder een bal gehad van jullie. Volgens mij toen je 25 jaar bestond of zo. Oké. Okay. Ja, nu roleert het ongeveer een jaar of 10. Ja, we bestaan nu 40 jaar, maar we hebben nu de vierde editie van deze ballen. Ja, ja. Dus Sander, mijn vriend van Sport in Putten, die heeft het ooit gezegd, Arie, ik heb wat leuks. Ja. Dat kun je mooi uitdelen. Ja. En dat klopt ook. Dus de 400ste, we hebben nu 400 ballen ondertussen al. Tenminste, we zijn al onze 300 hebben eruit gedeeld en weer een nieuwe pak hebben liggen. Hey, 40 jaar hè, van Buren. Ja. Mooi. Ja. Mooi. 1978 dus, als ik even snel reken. 78 is mijn vader begonnen. Ja, en jij in dat bedrijf? Ik ben eigenlijk toen ik... Ik werkte al wel mee bij mijn vader, dan sprong ik altijd bij hem in de auto. Ja. En ik ben zelf op mijn 22e ben ik voor mezelf begonnen. En ben ik ook bij mijn vader in het VOF gegaan, als vernoot zeg maar. Ja, ja. Dat is nu 26 jaar geleden. En toen hebben we altijd samen dit opgebouwd. Mooi. Ja, leuk. Mooi. En loopt het goed? Ja, het gaat heel voorspoedig. Zeker nu ook de economie natuurlijk lekker doortrekt, hè? Ja, nou ja, weet je, we hebben natuurlijk de recessie meegemaakt. Ja. En we hebben net opgehaald bij het bedrijfspand. En het bedrijfspand hebben we in 2009 hebben die dat gekocht. Ja. Maar ook in dat jaar begon ook gelijk de recessie. Dus je mocht ook gelijk aan de bak. Dus, ja. Eigenlijk tegen de stroom in zijn we toen gaan groeien. En we waren toen met z'n zeven, zeg maar 2008, 7-8 medewerkers. En nu op hoogseizoen, zeg maar, zitten we zo'n beetje op 16 medewerkers. Ja. Van alles wat. Ja. Hey, en was dat altijd je passie, schilderen? Of was je in eerste instantie totaal iets anders van plan? Nee, ik heb wel vertegenwoordiger willen worden. In het begin, daar keek ik wel een beetje tegenop. Ja. Maar ik denk dat ik alle facetten... Van wat je kunt zijn zit in het bedrijfsleven, dus in de ondernemer. Dus je bent vertegenwoordiger van je bedrijf, ja. En, maar je gaat ook met mensen om, dus je bent ook op een sociaal terrein bezig. En we hebben het ook wel een beetje uitgebreid natuurlijk, we hebben met veel verschillende mensen te maken, klanten. En eigenlijk is het wel zo, mijn vader was het en om hem te zien moest je die auto in, ja. Want die was altijd weg. Ja. Die studeerde, maar hard werken als je in 1978 voor jezelf begint, als zzp'er. En dan, je hebt ongemerkt heel veel mensen leren kennen in Ermelo, doordat ik er altijd bij was. En dan krijg je aandacht, en ik ben verslaafd aan aandacht, zeggen ze. En, en toen was het heel aantrekkelijk om dat te blijven doen. Ja. Het is gewoon erg leuk. Het is ook, ik schilder zelf, ik ben natuurlijk als schilder begonnen ook. Dus nu heb ik de bedrijfsvoering veel al, maar ik vind het nog steeds heel leuk om met mijn handen te werken. Dus het is ook wel een verslaving, een hobby. Ja, mooi. Mooi. Je had het net over sociaal aspect. Ja. Daar heb je ook wel een aardige functie in. Hè? Doe je dat puur vanuit jezelf of is dat vanuit je overtuiging? Of? Ja, mijn kerkraadswerk als jeugddiaken, dat is langzaam gekomen. Ja. Dat is van de laatste 6 jaar doe ik dat en dat komt op je pad. Maar ik ben altijd ontzettend... geniet ik van de samenleving, dus van op alle terreinen, dus van voetballen, dus het speelt er veel langer. Op het moment dat je natuurlijk op je 6e bij DVS terechtkomt en je komt het sportpark op, je krijgt er al aandacht. De familie van mijn moeder voetbalde ook heel veel op DVS, dus het was al één grote familie.
Maar daarbuitenomheen leer je zoveel mensen kennen. Dan ga je ook langzamerhand raken betrokken. Ja. En toen ik zelf stopte met... ik voetbalde nog wel, maar Jasper die was geboren en die ging bij de Bambino's. Ja. Bert van Nieuwenstein die startte dat toen op met Erik van Zanten. En toen Mike was 3 jaar en die stond er al bij de Bambino's. En Jasper was van december en Mike is van januari. Dus Bert van Man laat Jasper ook komen. Dus heb ik aan de hand de eerste half jaar met hem aan de hand gestaan bij alle oefeningetjes, want zo gaat het dan. Ja. Maar daarna ga je al meehelpen om zo'n trainingje een keer te doen, weet je, als iemand die kan. En dan op een gegeven moment word je leider van Jasper in de F9. En dan blijf je. Ja. En dan heb je dat sociale punt, dan heb je ook heel veel plezier in en energie krijgen van. Ja, ja. En dat breidt zich alsmaar uit. Ja, maar met dat sociale bedoel ik ook dat je in naar het buitenland, goederen naar het buitenland brengt, ja. Of zo. Ja, dat klopt toch? Ja, vanwege mijn jeugddiakenschap. Ja. Ben ik met jeugd werkvakanties gaan doen voorbereiden. Ja. Dat heb ik nu 2 keer gedaan en we gaan voor de komende herfstvakantie voor de 3de keer. Mooi man. En dat is wel, daar kom je mee in aanraking. En als je 1 keer mee in aanraking bent gekomen, ja. met ook buiten de grens om, ja. Dan is dat wel, dan vorm je wel, laat ik zo zeggen. Dan weet je wel dat er meer is in de wereld, dus alleen maar hard werken en geld verdienen. En heel vreselijk veel ellende. Ja. Roemenië en zo, daar ben je ook Ja, Bulgarije en bij de Roma. Ja, ja. En de Roma-bevolking is, ja. Is gewoon achtergesteld en die tellen daar niet mee. Ja. En dan heb ik nog ineens over de Roma-volwassenen, die ook wel eens wat slecht bekend staan. Ja. Maar die jongere generatie, want eigenlijk... richt ik me vaak ook wat ik op de kwetsbaren van de samenleving. Dus ik heb jongeren, vind ik heel mooi om mee te dingen te doen en voor plaats te staan. Ja. Ook ouderen, ja. Dat vind ik ook aandoenlijk. Ook in binnenland, maar ook in buitenland. Maar in buitenland met name, die Roma jongeren die kansloos zijn, om die weer de toekomst te geven. En met Mission Possible, dat is dan de organisatie waar we ons voor inspannen. Ja, dat is hartverwarmend hoe je die mensen... Ik heb babypakketten in de winter gebracht bij die mensen ook, in die hutten. En er zitten dan 9 kinderen in zo'n hut, ja. Met 1 moeder en die vrouw. Die mannen zijn lang weg, want ze zijn net konijnen. Ja. Die mannen die, respectvol, logisch, maar die drukken alles vol en zijn alweer weg. Ja. Maar er zitten wel die vrouwen zitten met die kinderen. Ja. En dan zit het in op 4x4 of zo'n woningje, moet je voorstellen, ze slapen dan 10 mensen. Oh. En dan komen ze vanuit de organisatie en bij elke baby komen ze een box brengen. Of het nou bij die kerk hoort of niet. En dan sta je gewoon met een heleboel kinderen om je heen, sta je daar zo'n pakket uit te pakken. Ja. Dan krijg je op dat moment de gelegenheid vanuit de organisatie ook om met die mensen dan te bidden voor de situatie. Ja. Maar dan kom je daar weer een half jaar later op die plek met die jongeren, zeg maar, in hetzelfde dorp. Ja. En dan zie je toch dat babytje een half jaar ouder is. En dan zie je die babykleertjes aan, verzorgd. Je ziet die vrouw stralen. Je ziet de kinderen eromheen, zie je de gerecyclede kleding ook, ja. Aan hebben. Ja. En dan denk je bij jezelf, tjoen, weet je wel, wat een groeiproces is dat? Ja, mooi. Dat die mensen ook lichaamsverzorging meekrijgen. Ja, dat is het mooie, hè? Je ziet dat het nut heeft. Ja. En dat is hartstikke mooi. Hey, wat ook heel nuttig wordt steeds deze afgelopen tijd, maar ook de komende tijd, dat is het damesvoetbal natuurlijk, hè? Ja. Dat neemt ook een aardige vlucht, Arie. Ja, leuk. Hey, gaat het leuk met het eerste? Ja, weet je, het eerste, als we het nu een check hebben over het eerste, zijn we natuurlijk een hele nieuwe weg ingegaan. Ja. Ik ben daar leider van op dit moment, ja. Zeg maar teammanager. Ja. En Rob hebben we aangetrokken, een bevlogen trainer. Ja, gaat goed? Ja. De sfeer goed? De sfeer is prima. Ja, maar Rob heeft enorm veel pech. Dat in het begin al 8 geblesseerden heeft van de 20 meiden die hij heeft geselecteerd. Ja. Dat was natuurlijk een heel proces. Ja. En hij kan nog niet een vast team opstellen. Komt dat door de pittige manier van trainen van hem of nee, zo? Nee, dat lijkt zo. Kijk, daar moeten we wel aan wennen met z'n allen. Ja. Alleen we hebben ook heel veel pechgevallen gehad. En ongelukkige botsingen. Ja. De gesteldheid van sommige dames die lieten ze even in de steek. Ja. En dan krijg je pech. En dan heb je een valse start, laat ik zo zeggen. Ja. En waar hij mee begon, dat moest hij elke keer bijstellen. De keepersprobleem hebben we even, dat ze allemaal geblesseerd is geraakt. En dan heb je daar wat last van, laat ik zo zeggen. Ja, alleen Robin Huisman is weg naar Heerenveen. Vertrokken. Dat ja. is,
Dat is natuurlijk kwalitatief een enorme aderlating. Ja, ja, en daar hebben we Roxanne samen met Cynthia, ja. Zijn we met Rob meegekomen. Hebben we een bepaalde klas in huis, dat zie je ook, die kan ook het verschil maken. Ja. Als keeper ook zeer zeker in het goal, heeft ook al punten gered. Maar één keer in de twee weken, dat wisten we ook van tevoren. Ja. En nu moeten we gaan bouwen, maar we maken met name mentaal sprongen. Ja. En er staat echt een team. En ik geloof, we hebben een hele zware competitie. En de West zitten we nu ingedeeld. Ja. Daar komen wel machines tegen die al kampioen zijn geworden, derde klas, en die nu doorstoten. Ja. En die zijn al op elkaar ingespeeld. Als dit team op stoom komt, zometeen, en dat zit nu in de kanteling in, dan stoot je door. Ja. En daar heb ik vol vertrouwen in en daar zijn we ook met z'n allen. Nou, ook de toekomst is wel redelijk gegarandeerd, ja. Denk ik. Hè? Want meiden onder de 19, die zie ik behoorlijk presteren. Ja, dat gaat als een tierenlier, ja. Bovendien is in de verzorging ook al weer wat gebeurd, hè? Nou, bij jullie. Hè? Het mooie is, Marianne heeft ons de eerste maanden echt gered. Want Rob wil graag een dame in de kleedkamer, ja. Ook voor de integriteit. Ja, tuurlijk. En Marianne heeft het opgepakt, was ook verzorgende van dames 1 vorige seizoenen. Maar hij heeft een kindje gekregen, dus wist niet of ze dat kon combineren. Die heeft in de eerste maanden heeft dat is wel blijven doen. Ja. We hebben een fysio bij gekregen, Jeanette van Jacob Kats, en die was er op woensdags. Ja. En we hebben nu net, toevallig gisteren heb ik met van het bestuur uit de naam van Naad Gozense gehoord dat Jeanette ook op zaterdag bij ons mee kan. Dus, en Marianne stapt terug. Mooi. Die is wel supporter van ons, maar die stapt terug. Maar dan kunnen we ook die verzorging, ook de gezondheid, beter coachen. Ja. En we maken daar een sprong in. En dat willen we ook voor het hele, alle dames teams kunnen daar mee profiteren. Ja. Maar ook de MO19, maar zelfs de meidenteams, die kunnen bij Jeanette langskomen. Mooi man. Die eerste diagnose. En zo maak je wel een team. Dan ga je echt serieus met elkaar, maar we gaan ook coachen in gezond leven, gezond blijven. Want we willen dat wel preventief doen. Hé, hey, en dat creatieve van jou, hoe is dat zo ontstaan? Want de Johnny's, kickstarters, jullie natuurlijk, hè? Ja. Kon je dat al vroeger? Deed je dat op de basisschool ook al, op de lagere school? Nou, we weten dat we cabaret natuurlijk deden bij je. Dus ik heb een stukje vorming op school gekregen. Ja. En ik kom uit een hele grote familie en daar heb je bonte avonden. Ja. En die bonte avonden mag je dan een stukje doen. En ik doe dat al vanaf mijn 12e. En zo hebben we al diverse personages heb ik neergezet. Ja. Ik was op een gegeven moment ook Henny Huisman en dan presenteerde ik het ook. Ja. Met een kusje in mijn nek, iets geven en dan altijd sloten wachten met z'n allen. Ja. Winnen is niet belangrijk, maar je kunt niet allemaal de winnaar zijn. Dus toen kwam op een gegeven moment, een jaar of 12 geleden, met Frans van der Ridder en Bert van den Berg, zouden we de Johnny's gaan doen met z'n drieën op de Bondavond. Ik was geweest bij een piratenfestival en daar hebben we om 9 uur kwamen de Johnny's s'avonds en die deelden vlaggetjes uit en die begonnen met show. Het was helemaal los, echt helemaal los. Er begon van alles te gebeuren en de polonaise en ik was zo indrukwekkend. Ik denk, nou dat moet ik een keer doen voor iedereen niet. Ja. Ja, dat is uit de hand gelopen. Dat is behoorlijk uit de hand gelopen, ja, want tegenwoordig doen we dat je ziet je overal. En ook weer die sociale functie, weer laatst op zaalvoetbal gebeuren, hè? G-voetballers. Ja. Ja, hartstikke leuk toch?